Ik denk dat het goed is om. Ik wil even beginnen bij. Want we, er gaan al een paar begrippen lopen. De, de popular vote, de kiesmannen. Dat Amerikaanse systeem. Ja. Dat, 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 dat is natuurlijk een heel raar systeem. Ik denk terug aan Al Gore. Dat was voor het eerst dat ik ging snappen. wat er nou gebeurt. Al Gore tegen George W. Bush. Ja. En Al Gore had meer stemmen. Dus meer Amerikanen hadden op Al Gore gestemd. Maar George W. Bush werd president. Misschien kan je even kort uitleggen. hoe werkt dat eigenlijk in de VS? Ja. Um, ja, dat was inderdaad in 2000. Ik was zelf toen nog te jong om dat helemaal bewust mee te krijgen. Maar dat was inderdaad um, in onze mensenheugenis... zeg maar de, 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 de eerste keer dat, um, dat het zo was... Dat de, dat de meerderheid van de stemmen naar de ene ging... en toch de ander won. Um, dat had toen te maken met dat, uh, dat, dat, dat er een hertelling geëist werd van stemmen. Het, het bij, in het geval van, van Gore en van Bush... Zaten die stemmen veel dichter bij elkaar? 587 of zo was het in Florida. Echt ja, zoiets, hè? Ja, echt. echt 500 e en een beetje. Echt ja. heel weinig. In een aantal van die wat ze dan noemen, battleground, van die swing states, battleground states, dat zijn dus de staten waar, waarbij het extra veel uitmaakt wie welke stemmen krijgt, of wie de hoeveelheid stemmen krijgt. Um, in het geval van Hillary en uh, van, uh, van uh, Clinton en Trump. Mm -hmm. Was dat een verschil van 3 miljoen, maar bijvoorbeeld in een belangrijke staat als Florida was het verschil slechts 77.000. Ja. Relatief heel weinig. Nou, hoe dit dus heel kort gezegd werkt, is. Um het is geen directe democratie. Dus het is niet zo in de Verenigde Staten dat degene met de meeste stemmen wint. Um, degene wint die de meeste kiesmannen en vrouwen uh, stemmen krijgt. Dus in 1776, toen Amerika begon, zijn ze gaan nadenken van hoe willen we die grondwet vormgeven? Hoe willen we ons democratisch systeem vormgeven. En toen dachten ze, nou ja, dat was in een tijd waarin media nog helemaal niet uh, veel speelden. Je had nog geen nationale media in de, in de 18e eeuw. Um, dus zij dachten: nou, mensen kunnen helemaal niet die kandidaten kennen. Uh, want so, so, hoe moeten zij nou weten wie Jefferson is? Hoe moeten zij nou weten wie Washington is, bij wijze van spreken? Um, dus we moeten een set mensen hebben die hoogopgeleid zijn, die wijs zijn een soort van de. De, de, de wijze filosofen um, en die moeten de uiteindelijke keuze maken, dus er vindt een stemming plaats van het volk, en dan zijn het die mensen die, die daarop hun geïnformeerde keuze maken. Nou, hoe dat vandaag de dag werkt, is dat elke staat heeft een aantal kiesmannen en vrouwen. Dat heet in het Engels het electoral college, electors. Um, als een staat, laten we zeggen New York, New York als staat, dus niet als stad, maar als staat. Um, historisch gezien gaat bijna altijd naar de Democraten. Dat is een hele progressieve staat relatief. Um, New York heeft uh, een aantal kiesmannen en vrouwen, die dus zeg maar die wijze filosofen zijn uit uh, uh -huh. die, die tijd van de Grondwet, um, die, um, die, 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 die hebben besloten dat zij zullen stemmen zoals hun staat stemt. Dus als New York uh, mee, voor het merendeel van New York als staat op een Democraat stemt, zullen alle kiesmannen en vrouwen. Op, een, op, op de democratische, hun stem aan de democratische kandidaat geven. Nou, wat dus zo kan zijn, is dat een staat net ietsjes meer democratische stemmen heeft dan republikeinse stemmen. Ter, en dan gaan dus alle kiesstemmen van die staat naar die kandidaat. Hoewel het eigenlijk in, het, in de praktijk misschien 49% versus 51% was. Nou, dus daar is de afgelopen tijd heel veel kritiek op geweest. Moeten we dat hervormen? Moet het zo zijn dat, um, uh, dat, dat nou, het, het belangrijkste voorstel dat ik het meest interessant vind, is eigenlijk dat die kiesmannen en vrouwen niet langer gaan stemmen wat het merendeel van hun staat was, mm -hmm. maar wat het merendeel van de popular vote was. Dus dat als het zo is dat uh, de popular vote naar Clinton ging, zoals in 2016, dat ook alle kiesmannen en vrouwen uh, hun stem aan, aan haar zullen geven. Wat, ik, heb, uh, ik heb op uh, Instagram gevraagd: hebben jullie vragen als het gaat over de Amerikaanse verkiezingen? Onwijs veel reacties gekregen. En één die ik heel veel kreeg als een vraag. Hoe democratisch is nou eigenlijk dat Amerikaanse uh, kiesstelsel? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, dat is een compliment wat jullie zojuist krijgen van Madeleine. <laughs> ja. ja. Excellent question. Excellent question. Um, Next. <laughs> dat zeg ik heel vaak tegen mijn studenten in New York. Want het is vaak zo, als je lesgeeft, dan wil je ze aanmoedigen om ja. mee te discussiëren. Ja. Dus als je... Maar goed. Um, nee, maar het is oprecht een goede vraag. Um, hoe democratisch is dat land? Nou, het is. Um, om de reden die ik net noemde, is het al niet zo democratisch als dat je idealiter zou zien. Want het kan dus betekenen dat meer mensen op iemand stemmen, maar dat diegene niet uh, aan de macht komt. Maar ook om een andere reden, uh, reden is, het, is, het, is er van alles op aan te merken op hoe democratisch het is. Bijvoorbeeld het feit dat um, in veel gevallen, in veel staten. als jij een strafblad hebt of als je in de gevangenis zit, mag jij niet stemmen. Uh, in veel staten worden disproportioneel veel uh, African Americans, dus zwarte Amerikanen en Latino Amerikanen uh, uh, in de bak gegooid voor bijvoorbeeld marihuana-gebruik. of voor, voor zeg maar wat ze ja wat je petty crimes zou kunnen noemen, dingen die eigenlijk die, wat geen misdaad is maar wat gewoon uh, die die worden daar ook onderzoek laat ook zien dat politie een Jij noemde het bias in de media. Ook de politie in Amerika heeft een grote bias, een grote bevooroordeeldheid van wie zij eerder zullen zien als criminelen. Dus in Amerika is het zo dat statistisch gezien ontzettend veel zwarte uh, Amerikanen in de gevangenis zitten. Voor misdaden waar, wederom statistisch gezien, witte mensen minder vaak voor worden opgesloten. Nou, als je kijkt van hoe je kunt denken: wat heeft dat nou te maken met democratie? Nou, dat heeft ermee te maken in die zin dat. Als je gaat kijken naar uh, nemen ze stemrecht af van mensen die in de gevangenis zitten, dan zie je opeens dat een hele grote groep daar disproportioneel door benadeeld wordt. Namelijk, dat zijn ook mensen die vaker democratisch stemmen. Dus is het systeem ook racistisch, zou je dat kunnen zeggen? Of is dat, is dat te hard? Um, ik denk dat dat niet te hard is. Nee. nee, alleen moet je vervolgens zelf specificeren wat je bedoelt met een racistisch nou ja, systeem. Kijk, wat, 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 wat je ziet, er zijn nu uh, 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 mailvoting. Uh, -mail dat betekent ja. dat, dat je via de post kan stemmen. Dat ja. gebeurde altijd al, maar nu is dat veel groter vanwege corona. En je ziet het aantal ballots wat dan wel of niet wordt goedgekeurd. Zie je nu al eerste cijfers over? Als ik, het, als ik het goed voorbij zag komen, dan zie je dat van mensen met, een, 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 met uh, Afro-Amerikaanse mensen dat daar veel meer wordt afgekeurd. Ja, ja het is, het is, um, ik ben daar zelf nog niet ingedoken. Dus daar durf ik, durf ik nog niet iets over te zeggen. Maar um, het is eigenlijk... Het is, het is zo dat op... Um, ja, misschien, is dat, misschien voert dat iets te ver. Maar als je kijkt naar hoe kiesdistricten verdeeld worden uh, in Amerika... Um, dan wordt, daarbij, wordt, wordt dat de afgelopen jaren door... Dat noemen ze, gerrymandering. Hoort uit, dat kun je wel, als je daar meer over wil weten, moet je even gerrymandering googlen. Um, gaan, dat we, is... gaan, we, dan gaan we het ook nog dat is, dat is zo leuk. Het is verschrikkelijk. Maar dan gaan we het. Je moet je voorstellen. Je kan je het niet voorstellen als je in Nederland leeft. Hè? Want hier is het gewoon uh, one man, one vote. Dus je gaat naar de stembus. Je brengt je stem uit. En de partij met de meeste stemmen, dat wordt de grootste. En dan ga je coalitie sluiten. Nou, daar werk je met districten. En wat er iedere zoveel jaar gebeurt... is dat de, de, de lijnen, de, de grenzen van die districten... die gaan ze zo proberen aan te passen... dat, uh, dat er zoveel mogelijk dan wel republikeinen... dan wel democraten in zo'n district wonen. Want the winner takes it all. Uh, en daarmee kan je gewoon door die kaart anders te trekken... kan je hele gebieden en hele stad, kan je ervoor zorgen dat die altijd in, in bezit blijven van jouw partij. Ja. En dat vind ik zoiets dat dat kan. Dat vind ik zo bizar. Ja, en misschien wel even goed. Winner take all betekent dus dat als je een meerderheid hebt binnen zo'n district. dat dan het hele district naar die, Precies, ja. naar die kandidaat. Dus even stel je voor dat Amsterdam een district zou zijn. Uh, en die heeft kiesmannen of vrouwen. Uh, wij waren uh, de vorige, bij de vorige verkiezingen waren wij de grootste. Zouden wij al die zetels van, Amst, van Amsterdam. die zouden dan voor GroenLinks zijn. En nu ja. werkt het zo dat de VVD had hier stemmen. en het CDA had stemmen. en de Partij van de Ar en iedereen krijgt gewoon. Zijn eigen afvaardiging ja, zeg maar. en, en ja, en daar is het dus zo. Stel, er zou een soort buitenwijkje zijn dat net buiten Amsterdam officieel zou vallen. Ja. En uh, de heersende, heersende partij die aan de macht is, zou dat kiesdistrict mogen herverdelen en die zouden net het, het lijntje van de grens van de stad om die wijk trekken, dus die sta, die wijk zou er opeens binnen vallen en dat zou het evenwicht zo net om. Hoe zeg je dat? Omdoen, kieperen richting een absolute meerderheid. Dat is dus een beetje wat er, wat er, wat er gebeurt. Ja. Dus het uittekenen van die grenzen is heel politiek. En, en dat vind ik, ik vind een, 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 als je het hebt over ondemocratie... Ik vind Amerika ja. inderdaad niet heel democratisch. Ja. Uh, en het, het, het kiessysteem en gerrymandering is daar voor mij... misschien wel een van de allergrootste problemen. Ja. Omdat ik vind, je moet kiezen, daar moet... Ja. One man, one vote. De, ja. de, 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 en dat doen overigens, dat is ook wel belangrijk om te noemen. Dat doen zowel Democraten als Republikeinen zeker. wanneer ze aan de macht zijn. Het laatste, punt, zeker nog, ik zag Obama zelfs. Het is heel. Deze verkiezingen worden. We gaan ze ook nog over het congres hebben. Ja. Uh, maar deze verkiezingen worden belangrijker dan ooit. Want nieuwe lijnen worden getrokken. Uh, waarmee ze eigenlijk zeiden: laat ons die lijnen naar trekken. Want dan doen we het voor de volgende tien jaar weer eventjes veilig, uh, ja. veilig stellen. Dus, ja, want dat is stelkens dus op basis van de census. Dus de census is de, de. De telling de, van uh, Jozef en Maria naar. Uh, na Bethlehem ja, telling van het aantal mensen van het aantal mensen ja en de de uh, um, om die vraag om het laatste punt over de census gaan we het ook nog hebben dat is heel relevant ja ga verder okay. Man, we hebben twee uur nodig <laughs> ben ik bang ga verder <laughs> nou een ander heel belangrijk punt dat we denk ik even aan moeten stippen als je het hebt over hoe democratisch is het nou jij zei al uh, one person one vote klopt niet helemaal want vaak uh, veel mensen krijgen eigenlijk hebben geen stem, hebben hun stemrecht verloren doordat ze in de bak zitten. Of er zijn an, er is ander, Dus we verzinnen andere excuses, zeg maar. Uh, of ze maken het heel moeilijk door bijvoorbeeld maar één uh, uh, plek om te gaan stemmen te maken. En die is voor sommige mensen heel moeilijk te benaderen, want die hebben het geld niet om een auto te, te betalen. Ja. Dat soort trucs worden er op het op state level uitgevoerd. Maar we moeten het ook hebben over de invloed van, van geld in, hm. in politiek. Um, in 2010 was er, daar ben ik zelf academisch gezien heel erg geïnteresseerd in. Dus even heel kort mijn onderzoek aan de universiteit in, in New York. Ik ben een speech, die kandidaat daar. En ik doe onderzoek naar uh, rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. En um, één rechtszaak waar ik heel erg geïnteresseerd in ben... is die uit 2010, die heet Citizens United. Uh -huh. En dat is een rechtszaak en die besloot dat um, bedrijven... Ongelimiteerd geld uit mogen geven aan politieke campagnes. En dat um, eigenlijk vanuit de redenering geld uitgeven is een vorm van meningsuiting. Um, ja, ja. En een bedrijf ja. is een soort van persoon. Dus ook die hebben recht op dat First Amendment. Dat, die, dat, dat recht op vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, wat dat heeft gedaan, onder andere, is dat politieke campagnes historisch veel geld hebben om uit te geven. Omdat um, uh, bedrijven als. Amazon of lobbygroepen zoals de National Rifle Association... de wapenorganisatie de NRA, ja. of de tabaksindustrie of de farmaceutische industrie... geld pompen in congresleden en in presidentiële kandidaten... om hun belangen te behartigen. Wat kost een presidentscampagne ongeveer? Oh, oh, dat uh, ik weet niet wat ze dit jaar... Maar volgens, uh, laten we even kijken naar de Obama-campagne 2012 of vorig 2016. Ja, ik kan het wel even gauw opzoeken dat we het precies mijn hebben. Mijn herinnering gaat het, richting, gaat het richting een miljard. Maar... Het is ontzettend veel. Het is heel erg veel. Maar afgezien nog van wat zij in. Dit, we maken hier gewoon een luisteraarsvraag van. Ja. Hè, wie het goed had, die krijgt. Uh... Wat krijgt hij? Die krijgt, uh, die krijgt deze mok opgestuurd. Oké. Okay. Ik dacht dat het richting een miljard ging. De ongewassen mok. hè? Hij uh, gaat straks niet in de vaatwasser. Corona, dat kunnen we niet maken. <laughs> oh ja. Oh ja, ja. <laughs> Jammer. Maar heel um, veel geld. Honderden miljoenen. Ja, heel erg veel geld. Maar afgezien nog van het geld wat direct in die campagnes gestoken wordt. Wor zijn er ook heel veel lobbygroepen. die zelf informatie de wereld in pompen. Uh, dus die eigenlijk campagne voeren uh, namens. nou ja, niet officieel dus, maar indirect. Uh, voor, voor kandidaten. En dat is superpacks? Um, ja, superpacks. Dat is eigenlijk dat, dat is waar, waar dan heel veel geld uit verschillende stromen binnenkomt. En die Gaan er dan allemaal leuke dingen mee doen. Um, maar als je dus hebt over waarom is, waarom is het eigenlijk niet langer one person, one vote. Dat is omdat, de mega, omdat sommigen een megafoon in hun handen hebben gedrukt, waardoor ze hun stem kunnen ver, ver, vergroten, kunnen hun, hun letterlijke stem kunnen luider kunnen maken. Omdat ze geld hebben, omdat ze het geld hebben om die boodschap te verspreiden. Um, dus democratie is niet altijd. Je kan, een, je kan een in theorie democratisch systeem hebben. Je kan in theorie het zo laten zijn dat het inderdaad de popular vote leidend is. Maar dan alsnog moet je kijken naar wat zijn nou dingen die indirect maken dat stom, sommige stemmen meer waard zijn dan andere En hoe kijk je. Je had het over deze rechtszaak. Ja. Uh, uh, want deze de, de, Hoe kijk je daar? Want is dat nu? Even voor mij, kijk je nu naar de uitspraak die er toen is gedaan dat het mag? Of is er een rechtszaak weer opnieuw dat die zegt dit moet niet kunnen? Die rechtszaak in het uh, Supreme Court, in het Hooggerechtshof Rechtshof, heeft toen bepaald dat dat vanaf nu okay, mag. Ja. Um, en waar ik geïnteresseerd in ben, dus ik, ik ben historicus, um, dus ik ben geïnteresseerd in hoe zijn we daar eigenlijk uitgekomen in de Verenigde Staten? En, uit, en dat is een beweging die eigenlijk terug te dateren valt naar de jaren zeventig. Ja. Met de opkomst van uh, ja, eigenlijk een, een uh, ja, neoliberalere manier om te kijken naar economie, maar ook naar politiek. Dat is de, de, het decennium waarin de opkomst van lobbygroepen zijn intrede doet in Washington. Uh, waarin mensen eigenlijk meer en meer geld gaan zien als een middel om hun politiek doel te bereiken. Ja, 70, dus dan zitten we bij president Nixon. Ja. Ja, en eigenlijk na die, na die Nixon campagne krijg je mensen die he, door Watergate, dat schandaal van ja. Watergate, krijg je mensen die heel uh, uh, ja, proberen om, um, om, om bedrijven meer, uh, meer, op te, meer regels op te leggen. Maar je ziet dat het gaandeweg dat het, nou ja, wat dan culmineert in 2010 met Citizens United die kant uitging, um, ja, dus er zijn allerlei krachten aan het werk in de VS die die tornen aan die democratische principes.